Oh, via die ton. Ja. Kwest het. Oké. Okay. Lukt dat? Ja. Wacht dit. Ja. En dan zet je je voet daarop, ja. Ja, easy. Easy peasy. Oh, nice. Reporter Benoit, wat vindt u van de ontdekking? Redelijk sketchy. En ik vraag me af hoe dat we hier eigenlijk door gaan. Ja. Maar dat is niet moeilijk, het is langs hier. Hè. Ah, het is langs hier. Chill. Hier, hè. Zoals jullie zien, is Van Tomme, reporter Van Tomme, zeer goed in yoga. Hoe dat hij hier doorgaat met zijn lenigheid. Kijk eens. Hup. Hup, hoofd eronder door. En zoals jullie zien, zijn we er al gerukt. Ja. Reporter van Benoit heeft een andere oplossing. Ja, als jullie weten, ik ga altijd voor de makkelijkere wegen. Hoppa. Ja, dat is easy, waar, maar dat easy. Is geen yoga. We lopen hier over de brug. De zon is er net doorgekomen. Die shit is heerlijk. Nice. Nice. Oeh. Oh, het is een trein. Ik dacht even dat er iets instortte. Oeh. Ik vind het echt heerlijk. Het is hier zo fucking chill. Doet die man een zeer andere weg gepakt ofzo? Is dat niet de enige weg? Ik weet het niet, ik pees het niet. Dat duurt op z'n bello. Ja. Ja, no shit. Even stoppen. Holy shit, mensen. Er is hier net security gebaseerd. Recht voor onze voeten. Even een angstaanjagend moment. Die reed gewoon hier op een fiets. En wij zaten hier ondergebukt. Dus die shit is wel safe. Ik hoor hier een alarm. Wat is dat alarm? Het is echt een prachtig moment dat we die shit hier gaan binnenlopen. Het is super zot, de zon en het begint te regenen. Oh, oh fuck. Oh, ik moet beter kijken waar ik loop. Dangereux. Kiek is al gedaan. Reporter Van Tomme zal even een picture maken voor de gram. Instagram. Sander Van Tomme, hoe kunnen ze u vinden op Instagram? SNDR_VT op Instagram. Dat zijn namelijk de initialen van Sander Van Tomme. En zoals jullie zien gaat reporter Van Tomme als eerste door het gat. Deze is fucking bad. Ik heb achter de zon te doen. Deze is mega ziek. Oh, thanks boy. Dat is de moeilijke weg, hè? Nice. We zijn binnen. Zoals jullie zien zijn we binnen in de energiecentrale en ja. Het ziet er formidabel uit. Hoor. Holy shit. Die shit ziet er echt zot uit. Pas op. Oh. Wow. Oh, een ratten. Echt? Ja. Wat? Het zit hier vol met ratten, het zit hier vol met beesten. Fuck man. Holy shit, dat is uiteindelijk wel heel zot. Damn.
Reporter van Tomme. Reporter van Tomme is er even niet meer. Hij is volledig geschokkeerd door wat we hier zien. Kijkers! Er was even een brokje stof van al die bal hier in mijn keel geschoten. Ja. Dat is wel zot. Ik ga het eerst keer shitten, hè, dus. Ja. Maar dat gaat wel. Je moet hier gewoon opkruipen. Ja. Dat is easy. Als je hierop zit, kun je naar daar. Als je daarop zit, kun je naar daar. Zoals jullie weten, kan reporter van Benoit al redelijk goed klimmen. Huh? Oké. Okay. Holy shit. We staan boven. Dude, ik kan jullie verzekeren, mensen, het is fucking sketchy. Ik sta hier op een plaat dat elk moment echt kan inzetten. Het is zo dun. Oh, ik vind die shit eng. Ik ook, man. Maar ja, het is dat of niet, hè? Het is dat of niet. Dus we doen het. Speciaal voor de kijkers. Speciaal voor jullie, jawel. Wat je echt ook moet doen, is dat harde object en zo. Je moet echt zorgen dat je iets vast hebt dat zeer is. Oh. Ça va? Ja, ça va. Oké. Okay. Ik lach gewoon van de stress, man. De reporter van Tomme, heeft u enige twijfels, nog bedenkingen? ik bedacht me even dat het toch redelijk gevaarlijk is. Maar zoals jullie zien zijn we hier al. En dus kunnen we niet gemakkelijk terug. Nu gaat de reporter van Tomme even verkennen waar we gaan opklimmen. Ik had iets in mijn gedachten. Er zijn eigenlijk verschillende mogelijkheden. Hè. We kunnen langs hier opdraaien, ik ga dan naar daar. Ik weet niet wat wil hij doen. Ik kan verschillende dingen doen. De makkelijkste methode, dat wil ik. De makkelijkste langs hier is. Oh, ik weet niet. Maar hier is ook chill. Oh fuck, dit is zo kut. Wacht, hè. Oké, ja, langs hier is de way, hè. Ja? Ja. Ja. Zo, zet je ene voet daarop. Oh, pas op, G, van je kop. Kut. En dan moet je, ja, er zijn oneindig veel mogelijkheden. Hè. Ja, het is waar. Het is easy. Ah, shit, mijn kop. Ah, man. Hij is hier. Ja. Deed dat maar dat viel mee, want dat was wel een goede tik. Reporter Benoit heeft een goede tik gekregen. Ja, van mij ook. Kijk, ik dacht al. Yes, fuck, yes, was, yes. We zijn er opgeraakt. Het was fucking zot. Check die shit. Ik ga mijn pet nu ook niet direct goed zetten, want mijn handen zijn helemaal vuil. Ik heb een zakdoek. Damn. Zoals jullie zien heeft reporter van Tomme namelijk de bedieningstafel gevonden en ik zal even demonstreren wat er gebeurt met een fabriek die verlaten is. Ik zal even de knopjes op de juiste manier indrukken en zoals jullie zien gebeurt er niks, want het is ook een verlaten fabriek en dat werkt dan niet meer. Dus ja, we gaan gewoon door. En daar was de Oggy aan. Ah ja, die ketting. Die ketting, ja. Wat een. Ik had het hierboven persoonlijk nog iets sketchier verwacht. Aangezien dat hier echt een mooi vloertje ligt. Ik moet natuurlijk altijd opletten waar dat we kijken. En het is echt wel spectaculair. Hier hebben we bijvoorbeeld motoren. We zijn compleet vuil. Het is niet normaal. Ik weet echt de volgende keer dat ik mijn allervuilste kleren aan doe. Maar mijn allervuilste kleren zijn ook niet zo stevig, dus ik moet ook wel stevige schoenen en zo aandoen. Dus ik ga die shoes nu gewoon beschouwen als mijn airbag shoes. Yes. Zo vuil dat hier ligt, man. Allemaal stof, hè, man. Allemaal stof. Dat is die ketting waar dat hij doet, hè, man. Ja. Is hij daar gewoon naartoe gesprongen of zo? Nee, die kan met dat gepast, hè. Maar dat is een vuile ketting, hè, dude.
Ja, maar dat is niet te huis dat je dat doet. Kijk maar die aan. Maar die ketting is massas veel. Ik tik daar nog maar aan. Hier heeft As en Augie dus aangehangen. Ik denk dat ik die shit niet ga doen, want ik ben eigenlijk mijn leven nog niet bij. Als een Oggy zei, dit is gevaarlijk, maar met een autorijden is ook gevaarlijk. Dus, maar je raadde het wel aan om niet te doen thuis. Is dat safe? Oh nee, dat gaat niet, dude. Dat is hier een gat. Dat is een gat? Ja, dat rooster is er weggehaald en dan kun je dat daar, maar... Daar is dat rooster ook weggehaald. Oh shit. Dat is zelfs echt meer een sketchje. Oké, die weg is dus onmogelijk voor hoger te raken. Onze bedoeling is voor hoger te geraken, maar we vinden echt geen weg. Ik hoop dat we het alleszins gaan vinden, want ik wil die shit hier allemaal verkennen. Reporter van Tomme is momenteel aan het brainstormen. Horen jullie dat? Dat is het typische brainstormliedje voor reporter van Tomme. Wat is dat hier? Niks. Gewoon niet. Ik vind wel niet wel dat er in één keer een gat is. Hè? Ja. Het ligt hier zo platen, zo verraderlijk. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Ja, dat is niet zo. Wat? Je weet beter weg van. Hier is de sketchje. Maar langs hier is het wel wat zeker dan terug. Ja? Ja. Ja, het is al zo dat die Baptist ook wel verongelijk is. Ja, het zal wel dit. Kijk, dat kun je hier hapsen, hè. Ja, hier is ook opgegaan. Helemaal naar boven. Ja. Fuck. Dus we moeten via die trap hier gaan. Ga je dat doen? Geen idee. Is dat veilig? Nee, dat weet ik niet. Fuck.